En Gerben Reinders, 3-0 verlies, maar wel een debuut. Dat moet een moment voor jou zijn. Ja, dat is zeker een mooi moment. Ik zit al vanaf mijn 7e bij de club. En nog nooit gelukt. En vandaag is het dan uiteindelijk gelukt. Ja, dat is mooi. Ja, ze zeggen wel eens bij Hardenberg, maar ook bij allerlei tweede divisieclubs, dat die brug van de jeugd naar het eerste elftal nog wel groot is. Maar jij hebt het dan maar mooi geflikt. Ja, dat is mooi geflikt. Het heeft wel een hele lange weg gekost, want ik heb er al eerder bij gezeten. En ik heb er dit jaar nog niet eerder bij gezeten, maar sinds eigenlijk een week heb ik aangesloten. En vandaag is het dan bingo, ja. Ja, wat oefenwedstrijden ook gespeeld, begreep ik van de trainer. Zag je dat dan ook aankomen, dat je door ging stromen? Ik had de oefenwedstrijden meegespeeld en ik hoorde dat ik bij de selectie zat. Dus ja, dan hoop je natuurlijk dat je minuten gaat maken en dat is vandaag gebeurd. Maar ja, het is altijd het afwachten natuurlijk, hoe de wedstrijd verloopt. Dus ja, als je heel ver voor staat, dan heb je misschien meer kans dat je invalt. En nu gebeurt het ook, dus ja, mooi. Ja. Maar ja, liever bij een voorsprong ingevallen, lijkt mij. Uiteraard. Ja, klopt, zeker. Ja, tuurlijk, je verliest hier, dat is balen. En ik had ook liever een debuutje gemaakt bij een winnende wedstrijd natuurlijk. Ja, waar lag dat aan, dan die verliespot? Ik vond dat hun heel snel de bal lieten gaan. Een glad veld en het hoog tempo. En er waren heel veel moeite mee. En dat hebben ze gewoon heel goed gedaan. Ja, ze glipten moeiteloos langs de verdediging. Ja, vandaag helaas wel, ja. Waar lag dat aan? Ja, ik weet het niet. We konden niet de grip krijgen op hun spel. En elke keer als we druk probeerden te zetten, kregen ze de derde man vrij. En dat deden ze aardig.